dan wordt het ook weer overzichtelijk als je gewoon dingen nodig hebt. Dus het gaat tot nu toe best wel goed. Het is zondag. Ik heb net gedoucht. Ik ben nog niet aangekleed. Vandaar dat ik de camera ook even omhoog heb gericht. Ik ga me aankleden en ik ga lekker een korte broek aan doen. En ik denk dat dat deze gaat worden. Want deze is lekker kort. Want ik ga de schuur opruimen. Die is in de tuin. En ik wil tegelijkertijd toch even een beetje een kleurtje op doen. Dus ik heb mijn benen net al in de olie gezet. Dus ik ga iets aandoen wat weinig bedekkend is ook. En dan ik denk dat ik alleen mascara op doe. Verder helemaal niks op mijn gezicht. Dan kan ik toch een beetje een kleurtje krijgen. De zon is ook niet heel sterk vandaag. Maar de mascara doet niet heel erg je huid. Dus ik denk dat het gewoon een heel simpel spaghetti hemdje en broekje wordt. Lekker een kleurtje opbouwen. En even echt wat nuttigs doen. Dat is het plan vandaag. Ja, deze. Dus, en dan gaan we er even hard tegenaan vandaag. Ik moet al even kijken in hoeverre ik het kan filmen. Ik zal zo wel filmen hoe het er nu uitziet. Al is dat echt, ik schaam me er gewoon voor. Maar iedereen die gooit altijd alles maar in die scheur. Zonder het ooit op te ruimen. Dus, ja, dat is echt, echt, echt een bende. Dus, ja. Moet wel echt iets aangedaan worden nu. Dus, en omdat we morgen moeten we best wel dingetjes doen, is Sarah nu alvast wat schoolwerk aan het doen. Ik zeg, als je nou vandaag een gedeelte doet, hoef je morgenochtend maar een klein stukje nog. En dan hebben we gewoon meer tijd voor al die andere dingen. Dat vond ik wel een goed plan. En Sarah ook. Dus die is dat gewoon zomaar aan het doen. Echt mega fijn. Ik ga zo ook even mijn haar even een goede knot omhoog doen. Dat het ook niet in de weg zit. Het is vandaag gewoon even en bruin worden en opruimen. En ja, de rest ga ik me niet druk maken. Alleen mascara op hebben vind ik altijd zoveel fijner. Op de een of andere manier zit mijn ogen daar lekker of zo. Ik weet niet. Dat is het enige wat ik wel op mijn gezicht ga smeren. Ik hoop wel, want het is nu nog best fris. Ik had net gevoeld dat het zo wel even snel wat warmer gaat worden. Gisteren werd het ook ja, rond het middaguur best wel warm. Dat was echt fijn. Toen was het wel nog met een jas aan, maar ja, gisteren was de voorspelling 15 graden en toen werd het iets warmer. En voor vandaag is die 21 graden. Dus nou ja, voor hetzelfde geld wordt het gewoon, zeg maar wat, 3, 24 graden. Dat zou echt zo fijn zijn. Dus we hopen. Oké, ik heb mijn power outfit aan, topje Fila, broek trouwens ook Fila. En mijn Guess sneaker watches en we gaan het doen. Oké, dit is dus de stand van zaken, want iedereen gooit hier altijd alles maar in. Kijk, je kan er niet eens in lopen. Ik niet. Dus ik moet hem helemaal leeg gaan halen en dan alles uitzoeken. Ik heb echt al zoveel leeg gehaald. Kijk, hier heel veel al weg en hier al lege planken. Maar ja, er staan nog steeds dingen waarvan ik echt denk nu van ja, waar moet ik dat allemaal bij leggen en wat ik ermee moet. Dus ik ga het er gewoon even uittillen en dan ga ik hem even vegen. Ik zou die stofzuiger doorhalen, maar het is denk ik een beetje gek. En dan gaan we hem langzaam inruimen. En netjes maken. Nou, het begint erop te lijken. Ik ben begonnen met het inruimen. Hier een klein beetje en ik ben gelijk aan het uitzoeken. Ik heb hier echt een hele speelgoedplank van gemaakt voor Sarah. En dan hier nog wat speelgoed. Dit is gourmet en barbecue. Barbecue. Dit zijn voor feestjes, versieringen, bekers, konijn. En zo ga ik dus echt, zeg maar, themaplanken maken. Dan wordt het ook weer overzichtelijk als je gewoon dingen nodig hebt. Dus het gaat tot nu toe best wel goed. Ik ben mega trots. Ik hoop dat je het nog een beetje ziet, want het wordt wel donkerder. Maar echt, het is gewoon helemaal gesorteerd. Je kan hier weer normaal staan. Kijk, blijf vol, blijf scheur. Maar het is wel echt netjes. Dus ik ben zo blij hiermee. En echt, oh, wat ziet mijn hoofd eruit. Maar goed. Blij en, ik weet niet of je het een beetje ziet,
En achter zag je het net heel goed, zag ik. Ik ben ook wel verkleurd. Alleen ik heb niet hele bruine benen gekregen, want die zijn nog steeds heel licht. Maar goed, en dit is trouwens van die val in december. Dus dat is toch best wel een litteken op mijn been. Ik hoop dat het nog beter wordt, maar ik heb zo'n vaag vermoeden dat het zo blijft. En we hebben ook gelijk wat dingetjes uit de tuin. Want de rommel was ook gelijk weggedaan. Dus ik ben er echt wel heel blij mee. Dus ik ben kapot. We hebben ook al echt gegeten en alles. En tussendoor toen weer verder. Dus ja, het is nu gewoon tijd om Sarah aan de bed te brengen. Ik wil eigenlijk even de woonkamer stofzuigen van te doorheen lopen. Maar mijn energielevel is echt nul nu. Zo, de zon is mega fel. Echt heel lekker. Maar ik schrik er even van. Ik ben de stofzuiger nu aan het pakken, want we hebben zoveel vuil naar binnen gelopen dat het wel even lekker is om even nog snel te stofzuigen. Zij ligt wel op bed, dus ik ga niet heel uitgebreid stofzuigen. En ik heb vanochtend al een stuk schoolwerk gedaan, dus dat is morgenochtend niet veel. En ik moet die op die D-bestellingen langsbrengen en allemaal dat soort dingen doen, dus ik wil morgen niet zo heel veel te doen hebben. Dus ik ga dat even doen en dan even kijken of het al lukt om wat te editen. Denise komt zo heel even snel wat ophalen. Dus ja, wel een productief dagje gehad zo vandaag. Denise die is al geweest en die is al weg. Ik heb mijn vlog geëdit en die staat nu te renderen. En ik hoop dat jullie me horen, want als ik aan die pootjes zit, dan elke keer hoor ik met editen opeens dat het heel veel herrie maakt, maar dat hoor ik zo niet. Ik heb mijn kistje gepakt. Daar heb ik vorige keer allemaal maskertjes in gedaan. Ik denk wel even een lekker maskertje op mijn gezicht. En het is leuk, want deze was van mijn oma. En nog steeds ruikt deze box dus naar mijn oma. Dat vind ik helemaal leuk. Even kijken welk masker ga ik opdoen. Ik heb echt even iets nodig wat een beetje vocht inbrengt, want mijn huid is zo droog. Ik denk dat ik voor deze ga. Dit is een panda face. Helps improve skin elasticity and boosts your skin for all skin types. Dat is deze. Als jullie hem een beetje goed kunnen zien. Of ik zit te twijfelen, misschien doe ik de Kitty Face. Zo, wat kom ik aan mijn woorden zeg. Cleanses your pores and removes dirt and oil. Ja, mijn huid is wel droog, maar ook, ja, ik heb een beetje een gecombineerde huid. Dus sommige stukken zijn droog. Hier kan mijn huid best wel vettig zijn en op mijn kin. En hier kan die ook vettig zijn, maar hier is die dan weer heel droog en rond mijn ogen. Dus nee, ik ga deze proberen. Het is eigenlijk verder hetzelfde. Deze zijn van My Skin. En ik moet nog steeds maskertjes bij kopen. Maar ik wilde dat kistje heel graag vol. Dat vond ik wel leuk. Wat is dit? Reinigt echt voornamelijk. En deze diepe reiniging. Ik moet dus eigenlijk wat maskertjes halen. Maar ik wil echt gewoon niet voor alleen maskertjes eigenlijk naar de winkel. Maar dan zijn er nog wel meer dingen die ik eigenlijk toch ook moet halen. Dus ik ga gewoon even van de week kijken. En ja, dan neem ik gelijk gewoon wat maskertjes mee. Ik hoop dat dit een iets betere hoek is. Oh, hij is helemaal roze. Oh, te grappig. Ik weet niet of jullie dit zo zien. Ja, hij is heel roze. Oh, met een gezichtje. Echt, hoe dan? Ik heb eigenlijk nog nooit met een gezichtje gehad. Ik ben altijd meer gewoon van de witte maskers. Maar ik heb deze met Sarah gekocht. Maar we hebben ze eigenlijk nooit gebruikt. Dus daar heb ik zomaar op deze poetengezicht op. Ik ga even het bovenschermpje als spiegel gebruiken. Even kijken. Hier is mijn neus. Is dat eigenlijk te laag? Ik heb mijn huid trouwens net wel al gereinigd. Toen ik het ging pakken, blijft niet echt goed zitten zo. Ik had het eigenlijk gewoon boven moeten doen. Maar ja, als een mens boven ligt slapen, vind ik dat ook weer niet heel fijn. Dan wordt iedereen wakker van mij.
Dus. Oké. Oké, dit is echt te grappig. Doe ik dus een poesgezicht op. Hij zit alleen hier bij mijn ogen niet helemaal. Maar goed, hij zit aardig nu. Heel apart dit. En even kijken. 10 tot 15 minuten. Nou, dan ga ik gewoon even tv kijken en dit gekke poesengezicht zijn werk laten doen. Het is echt heel raar. Maar het is ook wel weer grappig. Zo. Ik ben maar even in de keuken gaan staan. Hij zit er nu bijna een kwartier op. Oh, hij werd wel heel koud, moet ik zeggen. Maar misschien is dat ook omdat het niet heel warm in huis is. Even snel weggooien. Ik moet zeggen dat hij verder wel echt heel erg lekker is. Nogmaals, sorry. Ik gebruik altijd even het schermpje als spiegel. Dus ik doe maskertjes meestal daarna nog even een beetje uitwrijven. Dan als het toch ergens net een stukje niet helemaal heeft gepakt, dan heeft dat ook nog wat van de werking. Ik moet wel zeggen dat hij al een dikke laag over mijn huid achterlaat. Dat is wel echt heel fijn, want zo lekker was mijn huid niet. Ik krijg hier ook weer slechte plekken. Dus ik ga deze nog even verder door laten werken. Ik ga nog even snel wat eten en ik zit te twijfelen, tv kijken of lezen. Ik denk dat ik nu even tv kijk en ook mijn boek anders mee naar bed neem, zodat ik daar even een hoofdstukje lees. Ik heb echt het gevoel dat mijn huid gelijk beter voelt, dus ik ben helemaal blij. En ik was een boodschappenlijst aan het maken en ik kwam er niet uit. We willen woensdag wel even gaan barbecuen, want dat is de eerste dag die uitkomt, dus dat heb ik wel op mijn lijst gezet en toen wist ik even voor 2 dagen niet wat dan te doen met het eten. Maar ja, ik weet ook dat als ik een lijst maak dat ik ook gewoon niet weet of ik dat ga kunnen kopen in de winkel. Maar ja, ik wil het toch proberen, want anders, weet je, dan blijf je in die supermarkt heen en weer lopen. En dat is op dit moment niet echt mijn hobby. Maar het is soms zo lastig te kiezen wat ik dan ga maken. Ja. En misschien ga ik overschotel. Het is wel lekker, maar het is zoveel werk en zo heet als het. Ik denk dat ik deze ga maken. Ik heb recepten allemaal opgeslagen van dingen die ik lekker vind. Mijn telefoon. Dit heb ik nog, dit heb ik. Hier hoef ik maar 1 ding voor te halen. En dat moet denk ik wel lukken. Zo lekker zo'n overschotel met kip, spinazie en gekookte aardappel. En dan in de oven. En daar gaat ook crème fraîche bij. En dat heb ik niet in huis. Dus die op mijn lijst. En dan doe ik dat dinsdag. En wat dan voor morgen? Ik weet het echt niet. Ik ben echt een beetje koos inspiratieloos momenteel elke keer met het eten. Dus als jullie nog goede ideeën hebben. Maar het is gewoon lastig. Want als je alle drie toch wel weer andere voorkeuren hebt met eten. Dan kom je gewoon niet altijd uit. Ik hou bijvoorbeeld niet van als er kaas in zit of van vis. En pittig eten, dat werkt ook weer niet echt hier. En Marco wil nooit echt vettig vlees. Dus dat valt dan ook weer af. En ik heb ook geen zin om altijd voor iedereen wat anders te maken. Mijn haar, het heeft heel veel in de kroes gezeten. Dus zie je, ik had het eigenlijk net echt los moeten doen met dat masker. Dan had ik echt van die wilde manen gehad. Ik moet het trouwens ook echt wassen. Maar ja, ik dacht als ik dan nu vandaag de scheur ging opruimen, vond ik dat niet echt de beste timing. Maar het voelt nou echt als een mega bos gelijk. Omdat het helemaal
wild staat. Haarpijn ook. Het heeft de hele dag mogen zitten. Dus, oh. Maar goed. Ik weet gewoon niet wat ik op moet zetten. En ik zit even te denken om van de week met Sarah een leuke challenge op te nemen. En weer een extra video. Ik had van de week ook een extra video online. Sarah had dat opgenomen en die wilde dat heel graag voor de vriendjes en de vriendinnetjes online hebben. Dus ik denk, nou, waarom niet? Het was echt, ze had het gewoon zelf random gefilmd. Dus soms als ze wat doet, dan kijk ik wel even mee. Dat er echt iets meer verhaal in zat en dat was met dit niet. Maar dat vond ik het eigenlijk ook wel weer leuk maken. Dus ik denk, nou, prima, dat plaatsen we. Dat is voor haar heel leuk. Maar met een challenge dan gaan we natuurlijk iets meer ons best doen. Maar ik weet niet wat ik dan eigenlijk wil opnemen. Dus daar moet ik ook even over nadenken. En misschien dat we deze periode dus nog wat extra video's op willen nemen. Dus als je nog leuke suggesties hebt, die ook leuk zijn voor ons, die bij ons passen en bij ons kanaal. Laat het dan even weten hieronder. Vind ik altijd echt wel heel erg leuk om te weten. En ja, dat is eigenlijk. Mijn ontplofte manen en ik gaan mijn boek pakken en lekker op tijd naar bed. Daar heb ik echt zin in en ik wil deze ook echt heel graag lezen. Dus ik wil je nog even bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, duimpje achter te laten en een leuke reactie. Maak je me heel blij mee, zoals ik altijd vertel. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!